Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, Danny Schilderwerken, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Ja, Kevin Kessies, de ene week is de andere niet. Nu 3-0 overwinning. Ja, klopt. En ik vond dat we vandaag ook wel redelijk slordig speelden, maar we hebben de wedstrijd over de streep getrokken. Terwijl er in de eerste helft wel heel veel ruimte achter jullie verdediging lag. Achter onze verdediging? Ja, klopt. Maar we speelden natuurlijk ook hoog op, omdat Hollands veld natuurlijk inzakte. Maar dat natuurlijk ook met slordig, want er lag ook veel ruimte achter hun verdediging. En dat deden we eigenlijk ook weinig mee, vond ik. Ja, nou beide kanten inderdaad, open wedstrijd. Ja, maar je scoort wel snel 1-0 en dat is prettig. Alhoewel, dat was vorige week ook zo. Ja, vorige week scoorden we ook heel snel. Stonden uiteindelijk na 90 minuten 3-1 voor. Maar ze speelden nog met 3-3 gelijk. Dus het was niet echt zorgeloos, zeg maar, van ons. En Michael Mol die zegt, ja, een uur lang hebben ze meegedaan. Jij had het beeld wel dat het iets minder was, hè? Ja, ze hebben wel een goede kans gehad, hoor, via Mike. Alleen, ik had niet echt het gevoel dat ze meededen in het spel, nee. Nee, wel de tweede helft eigenlijk was er heel weinig aan de hand, hè? Een gezapig partijtje waarin jullie uiteindelijk nog de 3-0 scoren. Ja, het vond ik echt dat ze echt terugzak speelden. En wij echt de bovenliggende partij waren. Maar dan is het uiteindelijk ook nog met 3-0. Terwijl het bij ons 2-0 staat, dus ook niet echt heel goed van ons uitgespeeld. Nee, ik wou zeggen, want die kansen lagen er absoluut, hè? Ja, dat is het ook. En nou is 3-0 natuurlijk wel een stand dat je denkt dat het klaar is. Maar 5-0 is natuurlijk beter. Kijk het even naar volgende week. Ja, ZZVV, dat is lastig in te schatten natuurlijk. Die ploeg die heeft zich al geplaatst voor de na-competitie. Zullen ze Hogeveen wat gunnen? Ja, ik weet het niet. Als het andersom was, dan zat ik er ook over te twijfelen natuurlijk. Het is wel een derby. En ja, het is altijd leuk om van Hogeveen te winnen. Volgens mij heeft elke tegenstander dat in de competitie. Ja, dat sla je denk ik de spijker mee op zijn kop. En dat werkt dan ook wel misschien in je nadeel zo nu en dan? Ja, tuurlijk. Ja. Het is altijd iedereen wil van Hogeveen winnen. En wij zijn natuurlijk ook het verslaande team. Dus ja. Ja. Maar goed, een nieuwe assistenttrainer op de bank daar. Dus wie weet. Hoe bedoel je? Nou ja, een nieuwe assistenttrainer daar op de bank. Dus die heeft er belang bij dat Hogeveen dat promoveert. Ja, ik heb al een keer met de speler van Zuid-Wolde erover gehad. Maar ik weet het niet. We moeten gewoon van onze eigen kracht uitgaan en dan zien we het wel. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Mooi in ieder geval dat jullie nog wel zo ver kunnen kijken nu, hè? Want ja, elke keer werd er al een paar keer gezegd van die na-competitie kunnen we wel vergeten. We hebben uiteindelijk heel veel punten laten liggen al. En nog steeds rijden we om de laatste wedstrijd nog om een periode. Dus ja, dat is gegund. Ja, van de week wel het nodige ding gebeurd, die 3-3 tegen Lutte. Ja, Ismail Ucihan is gestopt plotseling. Een beetje vreemd gegaan, want iedereen werd verrast. Ja, ik ben zelf ook verrast, hoor. Ik heb niet echt meegekregen wat er precies is gebeurd. Maar net aan de reactie van team, niemand het echt aan zien komen. Dus ik weet ook niet wat er is gebeurd. Maar lijkt mij toch dat je niet zomaar twee wedstrijden voor het einde ermee stopt. Lijkt mij. Ja. Wel zonde natuurlijk, want het is wel je topscorer natuurlijk. Ja, hij had er 18 of zo, zoiets. Dus ja, dat is zonde. En dat moet dan opgevuld worden. En nou stond Sander in de spits. Die deed het ook goed, hoor, vond ik. Maar dat is toch iets, dan moet je snel schakelen. En dan, ja, vaak pakt dat niet goed uit. Nu wel, gelukkig. Even naar jezelf. Je doet nu weer mee de laatste wedstrijden. Winnen we weer misschien een beetje uit nood. Maar voor volgend jaar wil je er weer voor gaan. Ja, dat was eigenlijk mijn insteek. Want ik zit nu in een vriendenteam. En dan train ik ook één keer in de week. Mijn insteek was om volgend seizoen weer ervoor te gaan. Dus ik dacht, dan geef dat aan. Maar nou hadden ze blessures, dus nou moest ik weer meedoen. Ja, je gaat er toch weer voor, want eerst kies je van vriendenteam. Nu toch nog weer. Jij kriebelt het dan gewoon? Ja, ook. Ja. En ik kom nou ook op een leeftijd dat ik dadelijk niet meer terug kan, zeg maar. Dus ik dacht, nou, ik ga het nog een keer doen. Beetje spijt dan? Achteraf wel, ja. Ja, klopt. Je zegt het eigenlijk al een beetje, van je moet er wel weer volledig voor gaan. Dus dat wordt komende zomer flink doortrainen? Ja, ik moet wel echt fit worden, want het komt nou niet meer vanzelf aanwaaien. En dan wil ik ook niet tegenover de rest van het team. Ik heb gewoon gezegd, ik doe de voorbereiding mee en dan zie ik het wel.
Maar dan wil ik wel gewoon 100% de voorbereiding in gaan natuurlijk. Ja, en dan even kijken naar je positie. Je zegt je wordt al wat ouder, dan zak je vaak ook wat verder terug. Of ga je toch gewoon voor die aanvallende positie? Ja, ik ben nog niet zo oud dat ik dadelijk op centraal achterin eindig. Maar ja, nee, ik moet het zien. Ik ken de trainers niet, de trainers kennen mij niet. Dus ja, we gaan het zien. Goed, weekje nog, spannend weekje. Ja, en dan hopelijk toch nog die verlenging, hè? Ja, ik hoop het wel. Dat is voor mij wel een extra wedstrijd om fit te worden natuurlijk. Ja, ja.